Welkom in Montfort, waar we u kennis laten maken met de verschillende locaties hier in Montfort. Commanderij van Sint-Jan, de heren van Montfort, Johannes de Doperkerk en kasteel Montfort. We laten ze u allemaal zien. Naast me staat Geke Ekerschot. Geke, ja. Goedemiddag. Dankjewel, welkom iedereen. Momenteel leven we in een andere tijd. We leven in de anderhalve meter economie, zoals ze dat met een mooi woord zeggen. Dat heeft voor jullie wel het een en ander betekend, hè? Ja, inderdaad, dat mag je wel zeggen. Ja, we hebben al onze locaties hebben we aangepast in corona, aan de coronaproof, zeg maar. Maar dat heb wel, we hebben allerlei de hulpmiddelen daarvoor met schermen en verrijdbare schermen. We hebben van alles en nog wat geregeld, zodat we zo optimaal mogelijk alles kunnen inrichten. Het is heftig, maar het is te doen. Ja, ik kan me voorstellen dat sommige mensen denken van we zoeken toch een vergaderlocatie. Maar het kan ook fungeren natuurlijk als een ruimte zoals wij hier staan. Als een soort opnamelocatie. Ja. Want livestream is natuurlijk ook een belangrijk punt. Dat wordt steeds belangrijker. Zie de opstelling zoals we hem nu hebben. Dat kan ook. En zeker bij onze unieke locaties. Dan heb je een hele mooie achtergrond. En dan zijn we ook perfect geschikt voor. Goed. Nou, mocht u alle locaties nog even rustig later door willen nemen, dan kan dat op onze website www.kasteel-montfort.nl. Maar u kunt natuurlijk ook een afspraak maken. 0348-472727. We gaan naar de eerste locatie en dat is de commanderij van Sint-Jan. Hartelijk welkom bij onze allereerste locatie hier in Montfort. In het hart van Nederland, vlak bij Utrecht. Vergaderen in de authentieke ambiance van een commanderij, of zoals die officieel heet, de commanderij van Sint-Jan. In dit Rijksmonument is uw bijeenkomst een bijzondere en unieke gebeurtenis. Een compleet andere inspirerende omgeving dan uw dagelijkse woon-werkomgeving draagt bij tot een succesvol event met nieuwe inzichten en ideeën. De commanderij van Sint-Jan biedt ruimte aan 20 tot ruim 100 gasten. Maar ook is het mogelijk om uw gasten te placeren hier op de Viede. Heeft u een beamer, LCD-schermen, flip-over of audiovisuele apparatuur nodig? We kunnen overal voor zorgen. Desgewenst met technici, zodat alles vlekkeloos verloopt. Wereldwijd vergaderen, dat kan ook bij al onze Montfortse locaties. Door middel van het opzetten van een livestream in de vergaderruimte kunnen uw medewerkers of gasten via het internet de vergadering of presentatie toch van dichtbij meemaken. Ook hiervoor hebben wij de juiste mensen in huis, zonder dat u er naar om hoeft te kijken. Ook op dat gebied ontzorgen wij u graag. Minstens zo belangrijk bij vergaderen is het inbouwen van een rustmoment. Pauzeren is mogelijk in de kloostergang. Bijzonder geschikt voor uw koffie of uw borrelmoment. Een rustmoment kan het brein weer een enorme boost geven. Aansluiten dus een lunch, diner, borrel of een feest. Het is hier allemaal mogelijk. Daarvoor kunnen we eventueel ook nog uitwijken naar een van onze andere locaties. En deze zijn natuurlijk ook weer gewoon op loopafstand. In Montfort is parkeren geheel gratis. We beschikken over 70 privéparkeerplekken. En die parkeerplaatsen die vindt u tegenover de commanderij van Sint-Jan. Aan die kant vindt u kasteel Montfort. Loopt u het straatje door, dan komt u uiteindelijk uit bij de heren van Montfort. En hiernaast me, Hotel Montfort. Alles op loopafstand. Overnachten is ook mogelijk in de nabijheid van al onze locaties. Op zeer kleine loopafstand van onze locaties treft u Hotel Montfort aan. Dit zeer kleine, gastvrije 3-sterren hotel beschikt over 10 kamers. Momenteel leven we in een anderhalve meter economie. Het nieuwe normaal sinds de uitbraak van het coronavirus. Deze maatregelen die door de overheid zijn voorgeschreven, houden in dat we op een veilige afstand weer live met elkaar kunnen communiceren. Ons team is daarom de afgelopen tijd hard aan de slag gegaan om al onze ruimtes opnieuw te gaan inrichten. Dit met maar één doel, de anderhalve meter afstand voor alle gasten te waarborgen. En zo ook hier in de commanderij. Ja, locatie in het hart van Nederland, vlakbij Utrecht. Makkelijk voor heel veel mensen natuurlijk. Ja, we liggen perfect gelegen. We zitten eigenlijk een half uurtje van Amsterdam, Rotterdam en Den Bosch. Je rijdt tegen de files in. Dus, en als je al files zou hebben in deze tijd, maar normalitair.
En dus we zitten perfect gelegen in het centrum van het land. Ja, het is een rijksmonument. Jullie hebben er uiteindelijk twee, hè? Want ik bedoel, we staan nu in Kasteel Montfort. Ook een rijksmonument, maar commanderij van Sint-Jan ook, hè? Ja, ja, het ene, de commanderij is een pand uit 1500. Dus ja, een perfect pand met een unieke uitstraling. En perfect geschikt. Of om dit soort livestreams op te nemen. Of als vergaderlocatie of als een borrellocatie. We hebben nu opgenomen. We kunnen nu 28 personen kwijt in coronastijl. Je ziet twee stoeltjes naast elkaar. Maar het ene stoeltje hebben we dus neergezet als soort tafeltje, zeg maar. Maar dan hebben de gasten een idee van hoe het erbij staat. Dus je zit anderhalve meter van elkaar. Dus daar kunnen we de 28 kwijt in deze opstelling. Ja, ik zag ook nog heel eventjes de kloostergang. De kloostergang, daar kun je eigenlijk een borrelmoment doen, een koffiemoment. Ja, daar kunnen we de ontvangst doen of een pauzemoment of eventueel een lunch. Maar dat zou ook kunnen in het kasteel of in de heren, want dat ligt op een minuut afstand lopen. Dus dat kan je ook makkelijk combineren. Ja, ik kan me voorstellen dat sommige mensen denken van ja, ik wil ook bepaalde apparatuur hebben, audiovisuele apparatuur of LCD-schermen of microfoons of iets dergelijks. In veel locaties is het aanwezig, maar jullie kunnen er ook allemaal voor zorgen, hè? Ja, uiteraard. We kunnen alles inhuren. Wij werken samen met een vaste partij. En we kunnen dus alles professioneel verzorgen. Ja, en dat geldt ook voor een livestream. Dat is hetzelfde wat wij uiteindelijk doen, hè? Ja, inderdaad. Op alle locaties is dat mogelijk. Bij ons doet Too Exposed het. Ja, dat is onze vaste partij. Die huren we dus in. Dus die kan het allemaal verzorgen. Dus helemaal geen probleem. Wat ook belangrijk is, waar veel mensen op letten tegenwoordig, is de parkeergelegenheid. Vaak is dat een kostenpost die behoorlijk hoog uit kan lopen. Ja. Hier is het allemaal gratis, hè? Ja, dat is het voordeel van Montfort, hè. We hebben dus tegenover de commanderij, we hebben de kerk. En daar hebben we het parkeerterrein, daar hebben we de beschikking over. Dus dat huren we van de kerk. En dan hebben we dus 65 tot 70 privé parkeerplekken. En daarnaast kan je in Montfort overal je auto kwijt. Want ja, je kan bijna niet verdwalen, want het zijn vier straten natuurlijk. Dus parkeren is helemaal geen probleem. En als het een wat groter event is, zetten we parkeerwachters buiten om de gasten te ontvangen en te verwijzen naar welke locatie ze het event organiseren. Ja. Jij zei net al, het is allemaal op loopafstand. We hebben het echt over straatjes, hè? Ja, we hebben het over. Je ziet vanuit de uitgang van de commanderij, sta je tegenover het parkeerterrein. Je ziet de kerk, je ziet de heren van Montfort. Dat is echt 75 meter. Je kijkt naar links toe, dan zie je het kasteel. Dat is ook 100 meter. En het is echt een minuut lopen van elkaar. Dus dat is het unieke ervan. Perfect. We gaan snel door naar onze tweede locatie. En de tweede locatie is de heren van Montfort. Welkom bij de tweede locatie, de Heren van Montfort. Door de uitstekende service, centrale ligging in het midden van Nederland en de uitgebreide mogelijkheden vindt u bij de Heren van Montfort alle ingrediënten die uw vergadering, presentatie of bedrijfsevent tot een ongeëvenaard succes maken. Hier draait alles om het goed verzorgen van uw gasten. De familie Ekelschot houdt zich al tientallen jaren bezig met horecaactiviteiten. Een fantastisch team staat voor u klaar om het u en uw gasten naar hun zin te maken. Deze locatie kan door de vele mogelijkheden aan al uw wensen voldoen. De verschillende zalen van de Heren van Montfort bieden ruimte aan kleine en grote gezelschappen. U beschikt altijd over een ontvangstruimte en een vergader- of eventruimte. Deze zalen zijn tevens geschikt als subruimtes voor een eventueel klein overleg. De Heren van Montfort beschikt ook over een schitterende binnentuin en een tuinzaal. In 2016 heeft deze locatie een gloednieuw interieur gekregen. Een stijlvol modern interieur gecreëerd door de internationaal bekende topdesigner Ere Kuster. Onlangs is de Heren van Montfort uitgeroepen tot het beste restaurant van het Groene Hart. Bovendien is dit ook een Green Key locatie. En dat maakt uw bijeenkomst nog interessanter. Kwaliteit staat hier hoog in het vaandel. De begane grond is tot één geheel te maken en daardoor bijzonder geschikt voor grote gezelschappen. Ook bestaat de mogelijkheid om de ruimte onder te verdelen in verschillende compartimenten. De eerste verdieping beschikt over een bovenzaal met torenterras. Op al onze locaties beschikken de zalen over een prima klimaatbeheersing. Ook hier bij de Heren van Montfort is hard gewerkt om al onze ruimtes coronaproof te maken. En dan zien de ruimtes er zo uit. Alles dus op veilige afstand en volgens de voorgeschreven RIVM-maatregelen. Mogelijkheden genoeg dus bij de Heren van Montfort. Niet alleen qua zalen, maar ook zeker qua catering, aankleding, entertainment, styling en inrichting.
En uiteraard is de locatie ook goed te combineren met ons kasteel Montfort of de commanderij van Sint-Jan. De heren van Montfort, ja, het valt me op, Geek, als je binnenkomt. Wat een prachtige locatie is dit. Ja, nou, dankjewel. Ja, dat is een Miami-achtige look, hè? Ja, daar begint het wel op te lijken, ja. Mevrouw Sandra, die had Erik Kuster voorgesteld om de decoratie en inrichting te laten doen. En het is perfect geslaagd. Een hele goede klik met Erik en die hebben het perfect ingericht. En eigenlijk wilden we 3 jaar later het kasteel ook gaan doen. Maar dat moesten we eigenlijk het jaar erop al doen. Dus we hebben 2,5 jaar geleden hebben het kasteel gedaan. En vorig jaar hebben we het kasteel gedaan. Omdat het, ja, mensen kozen steeds meer voor de heren van Montfort. Dus vandaar moest het eigenlijk ook versneld. Ja. En nu hebben we die locaties allebei. En ja, perfecte reacties en drukte. En het is echt een boost heeft dat aan het bedrijf gegeven. Leuk. Het gaat bij jullie ook belangrijk om het goed verzorgen van de gasten. Jullie zijn echte horecadieren, zeggen jullie altijd. Ja. Ik bedoel, vergaderen is leuk. Maar goed eten en drinken is ook heel leuk. Dat is nog eigenlijk, vinden wij veel belangrijker natuurlijk. Ja. Inwendige mens. Ja. Ik heb gemerkt dat de ruimtes bij de heren van Montfort, daar heb je verschillende zalen. Jullie hebben altijd vaak een ontvangstzaal en eigenlijk een ruimte waar de vergadering of het event gaat plaatsvinden. Ja, dat is ook belangrijk, hè? Dat denk ik, dat vinden wij wel. We vinden niet dat je gelijk in de ruimte terecht moet komen waar je ook de vergadering hebt. We hebben altijd een ontvangstruimte en een ruimte waar de vergadering of bijeenkomst of zo gehouden wordt. Want omdat je dan, en ook met de pauze, dan kan je weer even uit die ruimte en weer even in die ruimte. Dus het is altijd voor de refreshment is belangrijk. En gewoon voor de mentaal, als mensen in één zaal zitten de hele dag, dat schiet ook niet op. Nee. Dus, en de mogelijkheid bestaat ook dat je weer naar een andere locatie. We hebben de 4. Ja, dus uiteraard. Als je subruimtes hebt, dan kan je ook de andere locaties gebruiken natuurlijk. Of in diezelfde locatie. Maar de heren hebben sowieso al veel zalen. En het terras kan er natuurlijk ook bij gebruikt worden. Een mooie rustiek tuinterras. En dat kunnen we ook buiten doen. En dat is zowel bij de heren zoals bij het kasteel. En eigenlijk in de commanderij hebben die kloostergang. Ja. Dus je hebt altijd ook een buitenmogelijkheid. Ja. En mensen vinden het ook leuk om even naar een andere locatie te wandelen. Ja, dat is juist. Dat is, omdat het maar een minuut wandelen is. Dus dat maakt het juist aantrekkelijk. Ja. We hadden net al even over goed eten en drinken. Jullie zijn onlangs uitgeroepen tot beste restaurant van het Groene Hart op het zakelijk gebied. Ja. Dat is nogal niet wat. Ja, daar waren we heel blij mee natuurlijk. En het is juist de combinatie aan zich. Hè? Dus de mogelijkheden in het pand, de inrichting. Plus het culinaire gedeelte, wat heel belangrijk is natuurlijk. En we hebben allemaal, onze mensen zijn allemaal eigen mensen zelf in dienst. Geen werken niet met de uitzendbureau medewerkers. En dat maakt het heel persoonlijk en heel uniek. En dat is juist dat is onze kracht. En dan wijken we af eigenlijk bij heel veel collega's die op drukkere events mensen inhuren. Maar wij hebben ze zelf in dienst. Ja, dat geeft een eigen staan. Ja, dat is eigenlijk het belangrijkste. Ja. Wat me ook opviel is het internationale keurmerk, de Green Key. Dat is ook wel belangrijk, want dat zorgt ervoor dat duurzame bedrijven in de zakelijke markt goed omgaan met de milieuregels. Ja. Het is eigenlijk belangrijk dat de gasten daarop niks inleveren qua comfort en kwaliteit. Hè? Nee, wij zijn er dus in de loop van de jaren achtergekomen dat je dat op een perfecte manier heel goed in kan richten. En toch heel groen en heel duurzaam ermee om kan gaan. En ja, dat kan gewoon. En we vinden dat belangrijk voor de gehele maatschappij. Dus we zijn daar gelijk op ingesprongen en al jaren geleden. En we hebben op al onze locaties hebben we gewoon het goldmerk. Dus eigenlijk het hoogst haalbare. En daar zijn we heel, heel blij mee. Kan ik me voorstellen. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u altijd eventjes terecht op onze website. www.kasteelmontfort. Moeten we wel zeggen kasteel-montfort.nl. Maar u kunt natuurlijk ook bellen 0348-472727. En daar kunt u alle informatie krijgen over onze locaties. We gaan naar de derde locatie. Daar staan we nu op dit moment. En dat is Kasteel Montfort. Inmiddels ben ik beneden aangekomen om u kennis te laten maken met Kasteel Montfort. Uw zakelijke bijeenkomst in dit prachtige kasteel zal een bijzondere indruk achterlaten bij uw gasten. De vele mogelijkheden van ons kasteel geven de gelegenheid om van uw zakelijke bijeenkomst echt iets bijzonders te maken. Het kasteel beschikt over 3 aparte vleugels. Beneden bevindt zich de gelagkamer. Deze zaal leent zich bij uitstek voor een klein gezelschap. Ook is deze ruimte geschikt voor ontvangstruimte, borrel of lunch. Bij goed weer kunnen uw gasten ook gebruik maken van ons royale terras. Ook
Hier springt meteen het moderne, opvallende interieur van topdesigner Erik Kuster in het oog. Alles past perfect bij het historische karakter van het kasteel. Alle zalen beschikken hier ook over een prima klimaatbeheersing. De bovenvertrekken van dit prachtige kasteel zijn bereikbaar met de trap. Maar gasten die slechte been zijn, kunnen ook gebruik maken van de lift. Boven treffen de Maarschalkzaal aan. Deze ruimte is de ontvangstzaal voor de poortenzaal. Dit is de Schepenenzaal, die veelal dienst doet als ontvangstruimte voor de orangerie. Natuurlijk zijn al deze zalen ook geschikt als subruimtes. Bent u op zoek naar een unieke locatie voor uw zakelijke bijeenkomst? Bij Kasteel Montfort is uw zakelijke meeting tot in de puntjes toe verzorgd, met oog voor detail. We heten u van harte welkom. Ja, vergaderen in een kasteel, dat is toch eigenlijk wel iets bijzonders. Dat zal zeker een bijzondere indruk achterlaten bij de gasten, denk ik, Geke. Ja, het is het unieke van het Rijksmonument, in de 1100 gebouwd. En dat geeft een speciale sfeer met deze inrichting erbij. Ja, dan heb je een unieke locatie. Ja, je combineert het uiteindelijk. Hè? Het opvallende interieur van Erik Kuster. Moderne, eigenlijk gecombineerd met... Ja, wel wat passend is bij een kasteel. Dat is het unieke ervan. Ja, het kasteel beschikt over 3 aparte vleugels. Hoe is die verdeling? Want je begint beneden. De gelagkamer. Die is ook weer in combinatie met... Het perfecte combinatie natuurlijk met het terras wat hier beneden zit. Wat jullie helaas niet kunnen zien. Maar daar kan je het mee combineren. Het terras kan ook sowieso met de andere vleugels gecombineerd worden. De andere 2 vleugels zitten op de eerste verdieping. En je hebt bij ons dus altijd een voorruimte of een ontvangstruimte. En je hebt een ruimte waar je de vergadering of het event doet. Dus je hebt altijd sowieso 2 ruimtes beschikbaar. En dat wordt wel als heel prettig ervaren. Dat wisten ze in die middeleeuwen al goed. Dat hebben ze in 1100 goed verzonnen. En wij maken daar dankbaar gebruik van. Mooi. Boven treffen de Maarschalkzaal aan en de Poortenzaal. Dat is ook weer 1 geheel min of meer. Een voorruimte en de tweede ruimte. En dat is ook met de Schepenenzaal. Wij staan zelf in de Orangerie. Ja, die grenzen ook weer aan elkaar. Dus ja, dat is eigenlijk de perfecte combi, zeg maar. En dat legt het net aan de hoeveelheid van de gasten. Wat de perfecte vleugel voor je is. Ja, uiteindelijk hadden we net al over die subruimtes. Dus hier heb je uiteindelijk 5 verschillende ruimtes. Ja. Ja, met de terras is dan de 6e versie. Eventueel hebben we ook nog de wijnkelder. Die is heel klein. Dus in deze tijd kan je daar met z'n 3 of 4 zitten. Maar meer ook niet. Maar we hebben hij is er wel. Ja, dat is belangrijk. Goed, wij hebben nog een 4e locatie. En dat is een bijzondere locatie. Dus ook een oud pand. Dat is de kerk. Ja, die gebruiken we uiteraard ook voor katholieke huwelijken. Maar daarnaast gebruiken we hem juist nu voor grotere events. En in deze coronatijd is het natuurlijk een perfecte locatie om te gebruiken voor een wat groter event. Waar onze zalen nu, waar ze normaal wel toereikend voor zijn voor het aantal personen, maar nu te klein zijn. Ja, dan kunnen we het in de kerk perfect organiseren. Daar staat ook alles keurig op 1,5 meter. Daar is totaal helemaal coronaproof en we kunnen het inrichten zoals je wil. Ja. Maar dat ga je zo zien. Dat gaan we nu zien. We gaan kijken naar de beelden van Johannes de Doperkerk. Bent u op zoek naar een inspirerende locatie voor een vergadering, brainstorm sessie of teambuilding event? Dan kan de Johannes de Doperkerk in Montfort zomaar uw ideale locatie zijn. Deze 3-beukige hallenkerk in neogotische stijl biedt een inspirerende en originele locatie voor kleine en grote bijeenkomsten. Deze prachtige kerk geeft uw vergadering, brainstorm sessie, training, seminar of event een blijvende herinnering. Deze indrukwekkende ruimte beschikt over camera's en 2 grote beeldschermen. Het opzetten van een livestream behoort net zoals bij al onze andere locaties tot 1 van de mogelijkheden. Extra services als koffie, thee, lunch, diner of een borrel verzorgen wij graag voor u. De Heren van Montfort ligt op 1 minuut lopen van deze locatie. En ook deze locatie is geheel coronaproof. Ja, een bijzondere ruimte uiteindelijk. De kerk van Montfort. Johannes de Doperkerk. Er zijn daar camera's ook. Er zijn wel eens livestreams. Maar dat kun je ook allemaal uitbouwen. Ook nog. Ja, met het bedrijf natuurlijk waar we mee samenwerken. Kunnen we dat uitbouwen naar gelang iedere wens van de gast.
Ja. Dus helemaal geen probleem. En het kan net zo groot of klein als dat je wil. Nou, we hebben 4 locaties in Montfort. U bent van harte welkom in Montfort. Er is ook nog de kerk, even nog één interruptie. De kerk hebben we dus qua inrichting. Kan je het helemaal naar wens inrichten. Wat voor stoel. Je hebt natuurlijk de kerkstoel, maar die is wat somberder. Die kunnen we aanpassen. We kunnen alles inrichten naar gelang de wensen van de gast. En ook de catering kunnen we daar allemaal doen. Dus. En dat zit ook dicht bij de heren van Montfort. Het is allemaal een half minuutje of een minuutje lopen van de heren van Montfort of het kasteel. Dus je kan het ook zeggen, vandaar doe je bij de kerk doe je de vergadering, zeg maar. En het culinaire gedeelte doe je bij de heren of bij het kasteel. Dat kan ook. Je kan combineren wat je wil. U ziet het alles op loopafstand hier in Montfort. Commanderij van Sint-Jan, de heren van Montfort, Johannes de Doperkerk en kasteel Montfort. Mocht u alles nog eens rustig na willen kijken, dan kan dat. Dan gaat u eventjes naar de website www.kasteel-montfort.nl. Daar staan alle locaties keurig netjes op een rijtje. Maar u kunt natuurlijk ook bellen voor een afspraak en dan kunt u een bezoekje komen brengen aan deze locaties. 0348 47 27 27.